Vanochtend wil ik eens aandacht besteden aan familiebedrijven. Dat deed ik vorige week al met het Brabants Genootschap van Familiebedrijven. Maar grappig is dat deze week familiebedrijven meerdere keren in de media zijn gekomen. Zo hoorden we gisteren dat Theo Albrecht is overleden. Een van de stamvaders van het Aldi-concern. Een man met een opmerkelijk verleden. En die ook nog eens samen met zijn broer het goedkoop-imago tot groot succes heeft weten te maken. Want zelf behoren hij en zijn broer tot de rijkste inwoners van de Europese gemeenschap. Dus je mag stellen, hoezo goedkoop? Maar los daarvan, ze zijn erg succesvol. Het Financieel Dagblad haalde eerder deze week Walmart aan. Besteden een aandacht aan Walmart, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het succes van de retail in de Verenigde Staten. En het Financieel Dagblad vraagt zich af, kunnen wij er in Europa niet iets van leren? Moeten we de regelgeving niet versoepelen? En dan is daar, gisteren, de familie van Zoeren. Niet afkomstig uit een supermarktfamilie, maar in relatief korte tijd toch zeer succesvol aan de Costa Brava. Een Nederlandse supermarkt in een economische omgeving in Spanje, die, op zijn minst gezegd, aan een crisis onderhevig is. Wat verklaart nou die successen? Zijn het mensen met een goed idee? Of ligt het toch aan de familieband? Het feit dat men familie is. Nou, het Britse IMD, Business School in Lausanne, die heeft ervoor een verklaring. Ik ga erop in en daar heb ik vandaag de entry aan besteed. Ik wens je veel plezier met je familie. Vandaag en morgen. En natuurlijk ook daarna. Vriendelijke groet, Willem Schepers.